Kav Verhouzer en zijn band live. Come on, hey. die voetjes van de vloer, gooi die voetjes van de vloer. Dans met mij vannacht. Gooi die voetjes van de vloer, als je je voelt hoe ik me voel. Dans met mij vannacht. En dans met mij vannacht. Dans met mij vannacht. Dans met mij vannacht. Hey, gooi die voetjes van de vloer, gooi die voetjes van de vloer. Dans met mij vannacht. Gooi die voetjes van de vloer, als je je voelt hoe ik me voel. Dans met mij vannacht. Hey, gooi die voetjes van de vloer, gooi die voetjes van de vloer. Dans met mij vannacht. Gooi die voetjes van de vloer, als je je voelt hoe ik me voel. Dans met mij vannacht. Dans met mij vannacht. Oh shit, dit was echt fantastisch. Kav Verhouzer live hier in de studio. Samen met zijn band. Sophie doet de zang. Jerry B. deed ook de zang. Hugo deed ook de zang. Jeroen die was de gitarist. En Co-star, dat was dan de saxofonist. En het was echt geweldig. Ja, kom er nog even bij, Kav. Want we hebben echt nog een hoop te bespreken. Want ik hoorde echt... Nou ja, sowieso je eigen plaat. Voetjes van de vloer, die viel zeker als laatste plaat echt heerlijk. Maar daarnaast had je nog een aantal fijne plaatjes in je set verworven. Echt ook plaatjes die ik stiekem een beetje vergeten was. Ja. Bijvoorbeeld die Superman Lovers. Ja, dat is een toffe plaat, hè? Ja, echt een te gekke plaat. Met die videoclip met die aardappelhoofden. Dus die was erg fijn om weer tegen te komen. Ja, wat heb je nog meer allemaal gedraaid? Ik heb All Right gedraaid in mijn remix van Red Carpet. Mm-hmm. Of ja, Bootleg. En een nummer heet Rollende Steen. Met de vocals van... Papa was de Rolling Stone. Ja, te gek. Ja. Tof, man, goed om te horen. En die Everything's, daar had je het net over. Ja, die Everything, was dat een 90s plaat of zo? Nee, ja, volgens mij, hij is wel oud, hoor. Ja, de eerste versie was heel oud, ja. Ja, zo'n vergeten plaatje die je dan ineens in jouw setje weer tegenkomt. Kav Verhouzer hier in de studio dus. Eigenlijk heet je Casper Vrielink. En ik ging ook even googlen op je naam. Kwam ik op een dakbedekker terecht. Ja. Ben je dat ook? Nee, dat ben ik niet, man. Nee, okay. Ik heb het vaker gehoord, moet ik zeggen. Casper, wat zijn voor de rest de plannen? Want je hebt waarschijnlijk in ieder geval een soort van hit te pakken. En nu doorpakken. Ja, nu doorpakken, inderdaad. Ja, ik heb veel dingen liggen, veel projecten. En het wordt nu iets afmaken, weet je. Ja. Ik weet nog niet wat, maar volgende dingen komen eraan. En, Nee, maar stel je voor, boekers van festivals en zo zitten nu te luisteren. En die denken, dat is te gek met die band ook en zo. Is dit een soort setting waarmee je vaker optreedt? Of doe je het toch vooral solo? Ik moet zeggen, dit was de eerste keer. Normaal doe ik gewoon DJ-sets. Ja. Maar ja, hey. Ik denk dat je ben ik om de boekers tegen te spreken. Ja, ik denk dat je nu gewoon deze gasten allemaal op de payroll krijgt. En dat je gewoon constant met hun mag gaan toeren. Ik vond het in ieder geval Erg lekker. Maar je staat bijvoorbeeld 10 juli op de Midweekfeesten in België. Ja, klopt. Dat doe je dan gewoon alleen? Dat soort dingetjes. Dat is gewoon een DJ-set. Ja, heel tof. Ja, en je hebt een plaatje uitgebracht, die Voetjes Van De Vloer. Komt dat ook ergens op een EP'tje, album? Zijn daar nog meer plannen voor? Voor een album, EP... Nou, nog niet. Ik bekijk het echt op dit moment per track. En wie weet ooit nog wel. Ja, ja, te gek hoor. Ik vond het erg fijn dat je hier was. En nou ja, laten we hopen. Hij stond in ieder geval in 3FM's zomerhitlijstje van 2014. Dus laten we hopen dat het één van de zomerhits van 2014 gaat worden. Ja man. Kav Verhouzer en Voetjes Van De Vloer. Echt super tof dat je hier was. Een hele fijne set samen met jouw band. Met Sophie als zangeres. En de rest. Ik vond het te gek. Thanks man. En tot later. Tof om je te zijn.